gemeente. Van harte welkom hier in de Terpscherke op zondag 7 augustus. Ook een hartelijk welkom voor de gasten in ons midden en voor hen die deze dienst thuis volgen op een later tijdstip. Onze voorganger vanmorgen is dominee Westra uit Sneek en de organist is Hendrik Oosterhof. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Volgende week zondag, 14 augustus, hoopt dominee Martens uit Bontebok om 9:30 voor te gaan in deze kerk. Op woensdagavond, 10 augustus, is er om 7:30 avonds een vesper, ook in deze kerk, georganiseerd door de Raad van Kerken, Akrum Nis. De collecten zijn vandaag voor diaconie en kerk. En de bloemengroet van deze dienst gaat naar mevrouw Janke de Jong, Ljouwerterdiek 42 in Akrum. Als iemand de bloemen namens de gemeente wil bezorgen, dan kan die zich na de dienst melden. De kerkenraad wenst ons allen een goede en gezegende dienst toe. En we beginnen de dienst met het staande zingen van lied 213, de versen 1 en 2, Morgenglans der Eeuwigheid. We zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. En ook vanmorgen is onze hulp in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde draagt met zijn liefde. En er is genade en vrede voor ons van God, bron van alle leven en van Jezus Christus, mens naar Gods beeld. Amen. Wat heerlijk dat er zelfs hele jonge kerkgangers zijn die een beetje meedoen. Mag volop. Ja. En ik zie dat er ook kinderen zijn, jongeren zelfs. Ja, ik weet niet hoe jullie deze dienst door gaan komen. Want ik heb geen bijzonder verhaal of iets leuks of zo. Dus ik zou zeggen sterkte. Het enige verhaal dat ik heb is tegelijk inleiding op het thema van deze dienst. Dominees vertellen na de vakantie altijd over hun vakantie. Je zou er flauw van worden. Maar goed, toch vertel ik vanmorgen over onze vakantie. Waarom? Omdat wij kampeerden in Limburg. In een hoek van de camping stonden wij en schuin tegenover ons een familie met 4 kinderen. Waarvan de jongste, ik denk, nou, net op de, ja, dat weet ik wel zeker, net op de basisschool. Het jong heette Sam. Maar wat had Sam tegen, of wat had de juf op de basisschool tegen Sam gezegd? Hij zat er nog maar net op. Sam, alles is goed,
maar je kunt niet de hele dag op school zingen. Dat was een vreemde opmerking, maar wat was er met Sam aan de hand? Die zong namelijk de hele dag. Daar hield Sam zo van. Dus hij ging zingend naar school. Nou, toen had zijn moeder de volgende oplossing bedacht. Sam, dan ga je voor school heel veel zingen en dan komt het op school wel goed. Het viel Sam zwaar, maar oké, hij deed het. Op de camping, wat gebeurt er dus? Sam heeft dat onthouden. 'S Ochtends vroeg, dan ging de rits van de tent open en wat hoorden wij? Wij hoorden Sam zingen. Bovendien had Sam een luchtgitaar. Dus hij deed de gitaar na, dus hij begeleidde zichzelf ook. En als het echt een leuk liedje werd, dan deed Sam zo. Nou, verrukt waren wij. Dus ik ben naar Sam toegegaan, want ik hou zelf ook heel erg van zingen. En ik mocht samen met Sam zingen. En weet je, dat betekent dat je op zo'n camping eigenlijk niet alleen geniet van de natuur en van de vrijheid, maar dankzij die Sam ontstond er ook een band tussen de mensen op de camping. Omdat Sam voor ons zong. Het maakte een vakantie nog zinvoller, nog zinrijker. Dat is het thema van de dienst. Hoe zinvol is je leven? Hoe rijk is het? Er zijn natuurlijk ook dingen die niet zo zinvol en zinrijk zijn. En die leggen we voor in ons eerste gebed, het gebed om ontferming. Zullen we samen bidden? God van liefde, de aarde is oververhit. De aarde verdroogt, gewassen verdorren. Asielzoekers stromen ons land binnen, er is nauwelijks opvang. Medewerkers van het COA raken overspannen. We stikken in de stikstof. Kinderen krijgen niet het onderwijs dat ze nodig hebben vanwege gebrek aan personeel. De samenleving kraakt in zijn voegen. De problemen zijn wereldwijd. We worden er moedeloos van. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. God van trouw. Maar dan is daar dat jongetje op een camping die zingt. En er zijn rozen die bloeien. Er is een auto-industrie die met mannenmacht werkt aan elektrische auto's. Er zijn Europarlementariërs die vasthouden aan hun vergroeningsplannen. Er zijn toeristen die genieten van vakantie in hun eigen land. En help ons wat kwetsbaar is te beschermen. Wat kwaad is te bestrijden. En wat goed is te versterken. God, problemen mogen dan wereldwijd zijn. Dat is uw goedheid ook. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Amen. Van zorgen naar God loven. Dat doen we met het zingen van lied 119a. Vers 1 en vers 4. Uw woord omvat mijn leven. Thank you.
predikant van buiten weet je niet precies welke liederen bekend en welke onbekend zijn. We lezen vandaag een gedeelte uit het boek Prediker. In het Hebreeuws, en dat mag u weer vergeten, heet dat boek Kohelet. Maar wat betekent dat? Dat betekent bijeenroeper of verzamelaar. Nou, dan is even de vraag, is hij nou bijeenroeper of is hij verzamelaar? Roept hij mensen bijeen? Ik moet u zeggen, in Sneek kunnen we daar deze week wat van, want het is Sneekweek. Dus roepen wij mensen bijeen, deed hij dat? Of was hij een verzamelaar? Allebei klopt en hij verzamelde, nou, geen dingen zoals wij soms doen, maar deze mens verzamelde spreuken en wijsheid. Het boek moest in onze talen een naam hebben en men heeft het vertaald en gezegd van oké, dan wordt het Prediker. Iemand die toespraken houdt, iemand die preekt. Maar als verzamelaar was hij ook belangrijk omdat hij mensen om zich heen verzamelde. En met die mensen zei hij niet zozeer wat nou allemaal waar is en wat niet, maar hij liet de mensen twijfelen. Hij onderzocht. Het is een heel oud boek, ontstaan in de 3e eeuw voor Christus. En hoort thuis in het rijtje Spreuken, Job en dus ook Prediker. Gaan over wijsheid, in discussie gaan over levenservaringen. En dan je afvragen wat het met God te maken heeft. Niet abstract, geen moeilijke filosofie, maar zoeken naar wat is nou zinnig, wat is nou zinvol. Voordat we de Bijbel open doen en gaan lezen en luisteren, zingen we nog een lied en dat is lied 326. Lied 326. Luisteren naar mevrouw Minke Huytema. Ik zei tegen mezelf: kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik,
is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid, want die behield altijd de overhand, kon ontdekken wat een mens het beste doen kan. Dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden mijn slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Al wat een mens te kennen zoekt. Thank you.
Leerlingen van Jezus onze Heer. Aan de rand van het plein, in de schaduw van wat bomen, staat een oude man te roepen. En wat roept hij? Eén dode vlieg bederft de hele pot zalf. Oftewel, een beetje nepnieuws maakt alle media ranzig. Wie een kuil graaft voor de ander, valt er zelf in. Lessen in levenskunst, hier verkrijgbaar. Neem het ervan als je jong bent, voor je het weet bij een oude stakker. Een paar mensen blijven staan en luisteren. Dit is geen stadsomroeper, maar een leraar. En de mensen noemen hem Qohelet, verzamelaar, want hij verzamelt mensen om zich heen. En hij verzamelt levenslessen, praktische wijsheid. Hij denkt hardop na over de zin van het leven. En deze man in de schaduw van de bomen, die staat in een traditie, en dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, in de traditie van Davids zoon, koning te Jeruzalem. Een zoon die Salomo heette en heel erg beroemd was om zijn wijsheid. Deze man in de schaduw van de bomen geeft geen pasklare antwoorden, maar legt dilemma's aan mensen voor. Hij onderwijst de twijfel. Aan de ene kant is hij het eens met de schrijvers van het boek Spreuken. Die zeggen, wie goed doet, goed ontmoet. Als je houdt aan Gods aanwijzingen, zal het je voor de wind gaan. En tegelijkertijd is deze prediker net zo somber als Job. Ja, dan ben je eerlijk, dan werk je heel hard. Een ander gooit er met de pet naar en is crimineel. En weet je, allebei gaan ze dood. Wat voor nut heeft het om te zweten en te zwoegen? Wat is de zin ervan? Een zuchtje is het leven. Meer dan flut. Wat is de zin van het leven? Ach, als je zoekt naar een antwoord op die vraag, zegt prediker, dan is dat een kwelling, een trieste bezigheid. En ik denk dat hij gelijk heeft, want al dat zoeken, wat voor antwoord moet je geven? Het heeft weinig zin. Eerlijk gezegd word ik zelden wakker 's ochtends vroeg met de vraag van, en wat voor zin heeft deze dag vandaag weer? Want als zin betekent wat voor nut heeft het leven, ja, wat moet je dan antwoorden? Wat moet je dan afvragen? Of het nuttig is? Levens van mensen zijn namelijk niet nuttig, maar waardevol en kwetsbaar. Een lepel is nuttig omdat je die kunt gebruiken. Een auto ook als je wilt rijden. Maar op die manier is het leven niet nuttig. Een mens is geen gebruiksvoorwerp. En toch stelt prediker die vraag. Hij staat aan het einde van zijn leven gekomen en wordt gedwongen om over het leven na te denken. We wachten even. Hij wordt gedwongen om over het leven na te denken en over de zin van het leven. Want wat is er aan de hand met prediker? Hij heeft alles gedaan, alles geprobeerd. Hij deed alles wat de reclame aanbeveelt, geniet. Hij dronk wijn, deed grootse dingen, bouwde paleizen, liet tuinen aanleggen, kocht slaven en slavinnen. Verschrikkelijk. Maar goed, in die tijd gewoon. Vee had hij in grote hoeveelheden, goud en zilver en, ook nog eens net zo verschrikkelijk, vrouwen bij de vleet. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, maar al zijn inspanningen waren nutteloos gezwoeg, zegt hij. Lucht en leegte. Dat is zijn conclusie. Aldus prediker. Hij staat aan het eind van zijn leven en kijkt terug. Ik ga naar iemand uit onze tijd die hetzelfde deed. René Gude, ooit denker des vaderlands. Hij keek terug op zijn leven, want in 2007 kreeg hij te horen dat hij ziek was. En in 2011 kwam het woord ongeneeslijk erbij. 4 jaar later stierf hij. In 58 jaar jong. En hij werd dus aan het eind van zijn leven gedwongen over de zin na te denken. En hij zegt, het leven is een gedoetje. Dus eigenlijk net als prediker.
Maar anders dan prediker vond hij het leven niet zinloos. Hij zei, zin kun je maken. En dan niet door jezelf te dwingen, maar door te kijken, en dat woord gebruikte hij, door te kijken wat zinnelijk is. Wat fijn is, wat je goed doet. Wat is lekker, waar heb je zin in, waar geniet je van? Het eerste kopje koffie 's ochtends. De poes die langs je benen strijkt. Het fysieke voelen, proeven, luisteren, kijken, ruiken. Nou, dat heeft prediker gedaan. Wijn drinken, vrouwen beminnen. Het geeft je goede zin. En onderschat het belang er niet van. In het bedrijf merkten ze dat. Er was een kloof tussen de werknemers daar beneden en het management daarboven. Beneden kregen ze drap uit de automaat. Boven dronken ze dure Nespresso. En niet alleen een loonsverhoging hielp om de stemming te verbeteren. Ook een beter koffiezetapparaat deed wonderen. Goeie smaak, goede geur, goed gevoel, het doet ertoe. Maar, u voelt hem aankomen, als we niet verder komen dan genieten, dan ontbreekt er wat aan. Het is essentieel, maar als je leven alleen maar draait om nog weer een nieuwe glimmende camper, ik noem maar wat, nog weer het volgende festival, dan is het lucht en leegte. Waarom? Omdat verveling en verslaving op de loer liggen. Dat beseft prediker. Weer een nieuwe minnares voegt uiteindelijk weinig toe aan je levensvreugde. Want behalve lekkere ervaringen opdoen, moet je ook zinnig bezig zijn. Zin kun je maken door iets zinvols te doen. En dat stipt prediker ook aan. Hij heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Paleizen gebouwd, wijngaarden aangelegd, tuinen en parken, waterbekkens uitgegraven om het bos water te kunnen geven. Zinvol werk. En dan nog bleef er iets aan hem knagen. Een gemeentelid uit Brabant, waar wij ooit gestaan hebben in Brabant, vertelde hoe hij urenlang bezig was in een belangrijke fabriek, op dit moment ASML. Daar worden chipsmachines gemaakt. Hij zegt, elke dag sta ik dus in een steriele hal met een maanpak aan en zit ik te knutselen met lichtstralen die dan op zo'n chipje moeten vallen. Elke dag weer. Aan het einde van de dag, als hij naar huis fietste, dacht hij wel eens, nou, heeft dit nou nut? Tot hij dacht dat mede dankzij hem bijvoorbeeld mobiele telefoons steeds beter geworden zijn. Dus ook dat gepruts van hem op de vierkante nanometer was zinvol. Zo ook prediker dus, toch zinvol. Die parken, die tuinen. Je betekent er wat mee voor andere mensen. Prediker geeft ook aan, als het alleen maar was ter meerdere eer en glorie van hemzelf, dan heeft het ook niet zoveel zin, dan is het armoedtroef. Maar prediker had plezier in het ondernemen en dankzij hem hadden heel veel mensen werk. Het is een mooi verhaal. Zin maken doe je door te genieten. Zin betekent zinvol bezig zijn. Tegelijkertijd is het lastigste wat er is. Want als je daarmee bezig bent, dan zou je er bijna cynisch eigenlijk bijna cynisch van kunnen worden. Is dit nou alles? Met name als je terugkijkt op je leven. En zelfs als je iets zinvols hebt gedaan. Ja, zegt prediker. Wat nut het allemaal? Het was leuk, maar dan nog. Lucht en leegte. Maar verder kijken dacht ik, misschien is hij niet zo'n genieter. Misschien is hij niet iemand die cynisch geworden is. Maar misschien is hij iemand die aan het einde van zijn leven terugkijkt en beseft hoe kostbaar en kwetsbaar het leven is. Hoe zinvol je werk ook,
hoe geweldig je ook genoten hebt, een zuchtje en het leven is voorbij. En daarom, zegt Prediker, het is zo belangrijk om je toe te wijden aan wat er is. Eet in vreugde je brood, drink met een goed hart je wijn en geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt. Want inderdaad, voor je het weet is het voorbij. En dat was dus ook de ervaring van die denker des vaderlands, René Gude. Hij zei dat heel mooi. Hij zei, heel veel mensen hebben een bucketlist. Een lijstje met dingen dat ze nog graag willen doen voordat ze sterven. Bijvoorbeeld een wereldreis maken. Nou, zegt hij, het zou niet best zijn als ik nu op het einde van mijn leven nog naar India zou vliegen. Ik hou van mijn vrouw en kinderen. En wat ik het allerliefste wil is veel tijd doorbrengen met hen. En dat mag ook een week op Ameland zijn. Als je iets verloren hebt, je relatie, je werk, je gezondheid, dan besef je hoe kwetsbaar en kostbaar het leven was en is. Prediker adviseert oog en oor te hebben voor alle goeds dat er is. En daarvoor te staan en het te beschermen. Hij neemt het woord God nauwelijks in de mond. Maar hij besluit zijn preek op straat met het advies: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Ook als de problemen wereldwijd zijn en jij in je eentje machteloos. Eén dode vlieg kan de hele zalf bederven. Maar één kind dat 's ochtends voor de tent staat te zingen, kan een halve camping blij maken. Eén klein kind dat geen vlees meer eet, kan vele opa's en oma's inspireren. Eén Russische journaliste die protesteert tegen de oorlog, kan een deel van het volk wakker schudden. En zo niet, dan gaat ze toch door. Een man in de schaduw van een boom blijft preken. Waarom? Hij weet niet helemaal zeker of het zin heeft. Maar zo probeert hij zin te maken en zegt hij: zo is God aan het werk. God geeft hem en ons de moed om de problemen die er zijn aan te pakken. Aan ons te geloven dat dat zinnig is. Om hoeveel problemen er ook zijn, Gods goedheid is altijd groter. Dank u wel, God. Amen. Er is een woord dat ons ten leven riep. En dat is lied 316, vers 1 en vers 4.
dan is het nu tijd voor de collecte. Ik wil u graag voorgaan in gebed. We zijn een moment stil en bidden aan het slot het Onze Vader hardop samen. Laten we bidden. Schepper van kleuren en geuren, van liefde en leven. In ons leeft toch het vermoeden van een doel. We hebben het vermoeden van een rijkdom die het leven zinvol maakt. En we vangen er een glimp van op als de avondwind ons verkoelt, als een glimlach ons opbeurt. Help ons zin te vinden en te delen. En schepper van kleuren en geuren, van ritme en melodie, er zijn ook dagen dat er zinvolheid totaal afwezig is. Verbondenheid maakt plaats voor eenzaamheid, we zitten vast. Geef ons de kracht om de dorheid en eentonigheid van deze dagen te verdragen. Geef ons de kracht eenzaamheid en ballingschap te doorgronden, oorzaken te vinden, zodat er weer ruimte komt. Laat ons weer volstromen, vol levensadem, gewaardeerd en gerespecteerd worden. Geef ons wijsheid, inzicht, kracht en geduld en vooral het lef om elkaar op te zoeken en in het volle licht en in de schaduw van het leven te staan. Opdat we een zinvolle samenleving scheppen voor ieder medemens, voor ieder levend wezen dat vliegt, kruipt, zoemt en rent. Goede God, open onze ogen en geef ons een warm, kloppend hart. In stilte bidden wij u. En samen met Jezus bidden wij,
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het laatste verske zongen we staande en in het Fries. Het laatste lied zingen we staande en in het Fries. En ook mensen van buiten mogen proberen dat Friese lied mee te zingen. Lied 823, vers 1, 2 en 4. We zongen staande. Volhardend zijn jullie geweest, ondergedompeld in een andere cultuur. Nu naar buiten en gedragen worden door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de wijsheid van zijn geest is er voor ons allemaal.